Arne Slot, de dag na de wedstrijd tegen BK Hekken. Heb je lekker geslapen vannacht? Ja, ik heb goed geslapen. Ja. Het duurde wel even om in slaap te komen. Je hebt een hoop indruk opgedaan, maar toen ik één keer sliep, heb ik lekker geslapen. De knop moet natuurlijk wel weer snel om, want zondag staat alweer de volgende wedstrijd op het programma tegen Fortuna. Wat verwacht jij van die wedstrijd? Nou, dat is het mooie van deze situatie, dat we nu natuurlijk veel wedstrijden spelen die elkaar snel opvolgen. Nou, Fortuna is denk ik een lastige tegenstander. Vorig jaar ook wel gebleken voor ons. We waren niet dat we twee keer van ze gewonnen hebben, maar twee keer wel moeizaam. In onze thuiswedstrijd nog achtergestaan zelfs. Het is wel een ploeg die heel veel mutaties heeft, veel nieuwe spelers. Dus, maar goed, het steuntje in de rug van gisteravond is wel erg welkom richting de wedstrijd van zondag. Ja, je zegt het al, veel mutaties. Fortuna natuurlijk een ploeg voor wie het de eerste officiële wedstrijd wordt. Is dat lastig om je daar dan op voor te bereiden? Nee, niet, want ze hebben natuurlijk in de voorbereiding wel wedstrijden gespeeld die wij ook gezien hebben. Ze hebben tegen Bayer Leverkusen gespeeld, die ze gewonnen hebben. Dat is natuurlijk een heel knap resultaat. En pas geleden tegen PAOK, nou, daar hebben wij zelf ook tegen gespeeld. En die wedstrijd hebben we ook gezien en daar hebben we ook beelden van. Dus we hebben ze heel goed kunnen bekijken en we weten wat hun krachten en zwaktes zijn. De vraag die natuurlijk wel rond die wedstrijd hangt is de vraag of Guus Til erbij aanwezig is. Wat kan je erover zeggen? Nou, Guus is in afwachting van een eventuele transfer, dus hij is ook onderweg richting Rusland. Dus de vraag is of hij erbij is, maar het is aannemelijk dat hij er niet bij zal zijn aanstaande zondag. Voor jou natuurlijk wel jammer dat je je aanvoerder kwijt gaat raken. Ja, maar tegelijkertijd is dat ook de club AZ. Wij hebben veel goede spelers en goede spelers staan altijd in de belangstelling van goede clubs. En in dit geval is het bij Guus een transfer geworden. Dat is voor hem vooral zelf heel erg mooi. Daar heeft hij keihard voor gewerkt de afgelopen jaren. En het is denk ik ook wel een compliment aan het team wat de afgelopen twee jaar dusdanig goed gespeeld heeft. Dat Guus daarin een van de uitblinkers is geweest die nu een transfer maakt.